Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Live Life Gorgeous. Ik heb heel lang nagedacht hoe ga ik deze video maken, want ik voorzag een heel irritant probleem met hoe ik het ging opnemen. Dus vandaar dat ik het zo doe en dus niet een keer in de setting die jullie meestal van ons gewend zijn. Dit is namelijk makkelijker en beter om jullie te laten zien. Ik wil jullie namelijk laten zien wat er in mijn dagelijkse make-up toiletas zit. Die make-up toiletas die heb ik al jaren. Ik doe namelijk het liefst toch gezellig mijn make-up beneden. In plaats van boven in mijn beautykast. Die je kunt zien op stash video's. Dus heb ik altijd een toiletas met de meest gebruikte make-up. En daar maak ik me meestal mee op. En als ik eens een keer wat anders wil, dan haal ik het van boven. Nu wil alleen het geval zijn dat hij niet meer dicht past en hij is nodig aan een opruimbeurt toe. Dus ik ga jullie vandaag laten zien wat erin zit en ook wat er direct uitgaat terwijl ik het jullie laat zien, omdat ik hem dan toch een soort van opruim. Dus kijk lekker mee naar wat er in mijn etui zit en laat me ook even weten of jij zo'n etui hebt. Oké, zoals ik jullie al zei in de intro, ik ga jullie laten zien hoe het eruit ziet. Gewoon hoe het er echt uitziet. Dus niet de opgeruimde versie, maar gewoon... Dit is hoe het er gemiddeld genomen uitziet. Spiegel ligt er altijd bovenop. Die gebruik ik altijd. En de toilettas is van Sephora. Hele handig met vakjes. Nou, maak hem open. Schrik niet. Tadaa. Yep, hij zit echt heel erg vol. En met heel erg vol bedoel ik ook echt, zeg maar, als ik hem zo hou, zoals je ziet. Hij past nog maar net dicht. Bovenop liggen twee favoriete oogschaduwpaletten. Dit is Tartelet in Bloom palet van Tarte. Heel erg mooi palet. En daarop volgt mijn Z palet. Gevuld met Makeup Geek oogschaduw. Dus deze twee gebruik ik het meest momenteel. Dus vandaar dat ze hierin zitten. En dan komen al mijn kwasten. Ik zal niet laten zien in detail welke kwasten het allemaal zijn. Maar ik zal ze hier wel even uitspreiden op tafel. Er zitten deze gezichtskasten in. Blush. Highlighter, buffer en concealer en een poederkwast. En verder heel veel oogschaduwkwasten met blendingkwasten, platte oogschaduwkwasten, precisiekwasten, voor de wenkbrauwen, spoolie, nou, noem het maar op. Alle kwasten die ik voor mijn ogen nodig heb, die zitten erin. En verder is, zoals ik jullie al zei, dit is de raw version, een hele vieze make-up sponge. Deze is van Real Techniques, de allerfijnste spons wat mij betreft. Dan zou ik willen dat ik zo georganiseerd was dat ik jullie kon vertellen dat elk vakje een eigen doel had. Maar dat is helaas niet het geval. Ik mik gewoon alles random erin. Dus ik vis ook alles random eruit. NARS Sheer Glow Foundation. Favoriete foundation van aller tijden. Mijn favoriete concealer van NARS. Dit is een eye brightener van Bobbi Brown. Bijna op. Dus ik ga hem denk ik weer opnieuw bestellen. Want ik vond hem toch wel heel fijn voor onder mijn ogen. Verder hebben we hier mijn favoriete poeder van Sisley. Phyto Loose Powder. Dan een hele mooie blush van Milani. En dit is in de kleur... Eens even kijken. Luminoso. Hele mooie oranje, zachte oranje kleur. Prachtig. We hebben hier Lightyear van MAC. Ook al jaren favoriet. Dan hier een Uncover Powder. Deze moet eigenlijk aan de kant. Want deze gebruik ik niet altijd. Of bijna nooit eigenlijk. Dus deze kan er wel uit aan mijn dagelijkse stash. Nou, deze spant al jaren de kroon. Dit is echt een hele grote favoriet. Dit is Soft Ochre Paint Pot van MAC. Gebruik als oogschaduwbasis. Dit is een primer van NARS. Kan erin blijven. Die gebruik ik regelmatig. Net als deze primer van Dior. Ik wissel ze een beetje af. Dit is ook een hele fijne primer. Dan hebben we hier een concealer van Bobbi Brown. Dit is in de kleur... Even kijken. Porcelain. Deze gebruik ik ook heel erg veel op plekjes en onder de ogen. Dus deze blijft er absoluut in. Hele fijne foundation van Uncover. Geeft een iets lichtere dekking dan mijn NARS Sheer Glow. Dus deze hou ik er ook in, gewoon om af te wisselen. En dan hebben we hier de Jeffree Star Highlighter. En dit is in... Wat was het ook alweer? Oh ja, Peach Goddess. Ja, deze gaat er toch uit, want dit is niet mijn favoriete highlighter. Dus ik gebruik hem niet super vaak. Dus deze moet in mijn kast. Nog even door met blushes. Dit is Luster van NARS. Gebruik ik echt heel veel. Wacht, ik laat jullie zien. Even kijken hoor, of ik hem met één hand open krijg. Ja, daar komt hij al. Hij is laatst gevallen, waardoor er wat uit is gegaan. Maar alsnog heb ik hem echt grotendeels... Oh, dit is helemaal geen Luster. Dit is dan Impassionate, of niet? Ja, dit is Impassionate. Laat ik deze erin? Ja, vind ik toch wel een leuk kleurtje. Ik laat hem erin. Dan gaan we even op zoek naar Luster, want daar was ik net aan het over vertellen. Is dit hem? Ja. Dit is Luster. Ik gebruik die echt zoveel. Dit is echt mijn meest gebruikte blush ever. Kijk, hoe oud? Of oud, ja, hij is nu 2-3 jaar oud of zo, denk ik. Jawel, zeker. Misschien ook wel 4 bijna.
Maar ik ben zo dol op dit product. Nog een ultieme favoriet. MAC Stereo Rose. Ook heel erg mooi. Waar Laster meer bruin is, is deze meer roze. En daarom gebruik ik die twee echt heel erg veel. Als deze ooit opgaat, echt, dan moet ik huilen. Dan heb ik hier twee blushjes van Becca. Die gaan eruit, want ik gebruik ze bijna niet. Ik heb ze na de review eigenlijk nooit meer gebruikt. Dus deze gaan eruit. Oh, hiervan was ik vergeten dat het hierin zit. Dit is mijn Mary Lou Luminizer. Dus dat is een hele mooie highlighter. Deze laat ik erin. Die vind ik namelijk echt prachtig. Net als... Hallo, jullie zien mij in de camera. Deze van Dior. Dit is... Even kijken wat de precieze naam ook alweer is. Diorific State of Gold Powder in de kleur Luminous Beige. Dit is echt mijn all-time favorite highlighter. Echt zo ontzettend mooi. En kijk die verpakking. Ook een hele mooie blush Jubilation van NARS. Deze heeft twee kleuren. Ik zal het even laten zien. Links heb je een gouden highlighter en rechts heb je een beetje een rosé-goudige blush. Heel mooi duo. Dus deze blijft er ook zeker in. Oh ja, deze foundation. Deze was ik bijna vergeten. Dit is... Hoe heet deze? Velvet Matte Skin Tint met SPF 30. Deze is heel fijn in de zomer. Moet er wel in blijven. Ja, met dit product kan ik dus helaas gewoon niet zo heel veel. Martine heeft het voor me gekocht in New York. En ik weet niet, het is gewoon niks voor me. Dus deze gaat eruit. Ik heb hem wel geprobeerd, Hourglass. Het is een poeder die je over je gezicht kan doen. Die je dan een mooie glow geeft over je hele gezicht. Maar, even kijken. Ja, ik weet niet, het werkt niet voor me. Dit is de Light Reflecting Powder van NARS. Dus dit is een transparante poeder. Vind ik heel fijn nog steeds. Maar mijn Sisley is echt toch veel beter. Dus deze gaat eruit en dan blijft Sisley erin. Hier heb je nog zo'n Hourglass poeder. Die kan er eigenlijk ook uit. Dit is een stapeltje met spullen die eruit gaan. Dan hebben we hier een foundation van Laura Mercier. Fijn, maar ik gebruik hem niet veel. Want ik heb al drie andere foundations hierin zitten. Dus deze berg ik op in mijn kast. Dirty Blonde van MAC, het product waar ik altijd mijn wenkbrauwen mee doe. Moet er sowieso in blijven dus. En dan hebben we hier Dip Down van MAC, een bruine eyeliner. Moet er ook in blijven, die gebruik ik nog wel eens. Dan zitten er dus echt 8 NARS lipsticks, NARS Audacious lipsticks in. Dus dat is echt veel te veel. En veel draag ik ook niet vaak genoeg om eigenlijk in deze toilettas te hebben. Zoals deze Dominique, die gaat weg. Deze gebruik ik wel heel veel. Dit is Brigitte. Dit is dan volgens mij Kelly. Ja, die vind ik heel mooi. Dus die laat ik erin. Of laat ik Grace erin, want ze lijken heel erg op elkaar. Ik laat Kelly erin. Juliette laat ik er ook in. Die draag ik veel. We hier Natalie draag ik ook veel. Die laten we erin. Maar nee, dit is dus Grace. Die gaat eruit. En dit is Greta. Die gaat eruit. Grace gaat eruit. En Lana gaat er ook uit. Want deze kleur draag ik wel veel, maar ik heb eigenlijk een fijnere in mijn stash zitten die ik jullie zo laat zien. Die mag erin blijven. Dan nog een hele rij met lipsticks. Watermelon Solo van Jeffree Star blijft er sowieso in. Deze Roy van Anastasia is heel erg mooi, maar draag ik niet heel veel. Dus deze gaat eruit. Deze, dit is de mooie rode lipstick waar ik het over had, die ik heel veel draag. Dit is nummer 2 van Miley Cyrus collectie van Viva Glam MAC. La Raffinée is ook een blijvertje. Tulle is ook een blijvertje van Bobbi Brown. En Gypsy Coral ook van Makeup Studio. Die draag ik allemaal veel. Dan zijn we er bijna doorheen zoals je ziet. Dit is een van de laatste items. Dit is een concealer van Bobbi Brown voor onder je ogen. Moet erin. Deze heb ik nooit zo goed begrepen. Dus deze gaat weg. Dit is zo'n Dior Lash Primer. Werkt voor mij gewoon niet zo. Dan twee mascara's van Chanel. Mijn favoriet zie je rechts. Chanel Le Volume. En de mascara die je links ziet is nieuw. De Dimension mascara. Die gebruik ik als ik een hele lichte make-up aanbreng. Omdat die mascara heel subtiel is. Nou, er zit er verder nog een tweezerman in. Heel erg handig. En verder is het dus... Oeh, hier zit nog een lippotlood in, zie ik. Ja, deze heb ik ooit gebruikt voor een test. Die kan eruit. Er zit een rommel in. Nog een mini pincetje zie ik trouwens. En een lipkwastje. Die kan wel blijven. En dit moet ik even opruimen zoals je ziet. Nou jongens, dit was hem. Dit gaat er terug in. En dit gaat uiteindelijk terug mijn make-up kast in boven. Yes, ingeruimd en wel. Ik heb nu geprobeerd er een enige structuur van in te brengen. Hier zie je alle foundations en concealers. Behalve de foundation die daar ligt, die past er niet hier rechtop in. Hier zitten alle lipsticks in. Soft Ochre Paint Pot, wenkbrauwproduct.
en mascara. En dan zitten hier alle blushes in. Oh, deze lipsticks moeten nog daar naartoe. Nou, hier zitten dus alle blushes in. En dan gaan deze twee paletten hier nu bovenop. En mijn kwasten erbij. Nou jongens, en dan heb ik weer een hele opgeruimde dagelijkse make-up toilettas. Wauw, het is nog steeds vol, maar dat komt vooral door die kwasten bovenop. Maar ik vind het gewoon makkelijk om dat lekker in één toilettas te hebben. Huppatee, hij kan dicht. En klaar is Kees. Zo jongens, ik ben blij dat het weer opgeruimd is. Ik ga de make-up die eruit gaat nu even opruimen gelijk. En dan hebben we dat ook maar weer gehad. Ik ben benieuwd of jullie ook zo'n toilettas hebben. Of dat je je gewoon altijd vanuit je kast, waar je het gewoon sowieso alles hebt opgebergd, opmaakt. Laat me weten hoe jij dat doet. En dan bedankt voor het kijken. Een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En tot de volgende keer. Doei!